daar zijn we dan weer, jongens. We zijn weer geboren. In deze aflevering zijn wij nu ook wel gewoon een meisje. Laten we maar meteen op geboren klikken dan maar. Hé, hey, dit moeten wij voorstellen. We zijn meteen al 1 jaar geworden. Ik ben klaar om volwassen te worden. Zullen we gewoon maar meteen beginnen met jaar 1 dan maar? Waar zijn wij nou weer? Zijn wij een vuilniszak, baby? Dit is gewoon zo zielig. Dit is zo sad. Kijk hoe verdrietig ik ben. Volgens mij gaat hij ons opvangen. Jongens, we hebben een vader gekregen. Oh, we zijn al meteen 2 jaar geworden. Moeten wij een race doen? Baby race. Baby race. Oh, we moeten meteen een keuze maken. Gaan we door of gaan wij spelen met een beer? Ik wil mijn vader niet teleurstellen. Dus laten we doorgaan. Zullen wij gewoon al het speelgoed gewoon negeren, zodat wij dit kunnen winnen? Hoeveel geld zou mijn vader hiervoor in hebben gezet? Oh, we mogen weer een keuze maken. Gaan we voor verder gaan? Of gaan we spelen met een auto? Laten we gewoon verder gaan. Ik wil winnen. En we hebben verloren. We moeten zo te zien wel met het autootje spelen. Laten we winnen. Go, 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 go. We zijn nummer 1. Dansen met die heupies. Kijk hoe trots mijn vader is. Ik ben gewoon een prachtdochtertje. Evolutie. We zijn nu al meteen al 5 jaar. Ik lijk meteen al 13. Ik vind dat ik eruit zie als een 30-jarige. Ja, 5 alweer. En jongens, willen jullie dit vaak? Druk op het duimpje omhoog, abonneren en laat even een lieve reactie achter. Is dit niet een view van de andere perspectief? Want volgens mij was dit de karakter van de vorige keer. Hé, jongen, alles goed? Wat gaan we doen? Gaan we met hem lunchen of gaan we joinen met de groep? Zullen we joinen met de groep? Ik wil vrienden hebben. Het spijt me dat ik je teleurstel. Oh shit, ik heb hem nu teleurgesteld. Af. Waarom zit hij in een tafel trouwens? Ja, 7 alweer. Hallo vader. Alles goed vader. Ga je me trainen tot een basketballer? Wordt dit High School Musical Factor? Wat ben je nou aan het show over dan? Wat moeten wij dan nu doen dan? Hij wil volgens mij echt dat wij een basketballer worden of niet? Hé, ga je nou echt flexen? Wat is dit voor weird flex? Wij moeten zo te zien ook een basketbal gooien. Guys, dit gaat mij in 1 keer lukken. Kom op, wij kunnen dit. En hot. No fuck. Rustig aan doen en ding. Ik mis weer, hè. Oh. Nope. Kom op, anders stel ik mijn vader teleur. Deze is raak, toch? Deze is toch raak, zeg het. Fucking sick. We zijn nu 8 jaar geworden. We skippen nu geen jaren extra. Het enige wat ik wil is mijn vader trots maken. Ik ben een vuilnisbak, baby, oké? Ik ben gevonden in een vuilnisbak. We zijn zo te zien in een soort van supermarkt beland. Wat gaat er gebeuren? Gadverdamme. Er zitten wormpjes? Ja, ik ben nu boos. Ik heb een woedeaanval. Gaan we zeggen van, extra proteïne. Of we gaan de politie bellen. Zullen we gewoon de politie bellen? Ik ben boos. Ik ben woedend. Bel 112. Ja, komen te veel polities voor alleen een broodje. Arme man. Is hij ontslaan? Hij wordt meegenomen naar de gevangenis. Ja, 9. We zijn zo te zien in een park. Maar hé, daar zijn onze vrienden zo te zien. Wat gaan we nu weer beleven dan? Hé, hey, alles goed? Wat gaan we doen? Gaan wij vlinders vangen of gaan we gewoon wat chillen? Pak die vlinders. Waarom heb ik het gevoel dat hier straks iets heel ergs gaat gebeuren? Wat zit daar in de bosjes? Nee. Dame, kijk uit. Dat was een huge ass vlinder. Ga ik dood? Retry. We hadden zo te zien de verkeerde keuze gemaakt. Dus het enige wat we kunnen doen is dat andere. Wander around. Ze loopt gewoon weg. Waarom juich je? Waarom loop je weg van je vrienden? Ja, 9 vuilnisbak, baby. Waarom zijn we in 1 keer in een tempel beland? In een random park? Ja, loop maar naar boven, joh. Waarom zou je een random tempel inlopen? Is het Indiana Jones? Waarom moet je nou weer overal aan zitten dan? Wat is dit nou weer dan? Wat gaan we doen? Fortuin of verlichting? Wat zijn dit voor keuzes dan? Ik wil een fortuin hebben. Oh, wee als we weer doodgaan. Ik zweer het. Oh, zijn we nou dood gegaan door grote munten? Ja, hel maar, vuilnisbak, baby. Waarom moet ze ook altijd weer aan dingen zitten? Dan gaan we wel voor verlichting, toch? Oh, we worden meegenomen de lucht in? Dit was raar. Woehoe! En dit was zo te zien ook de bedoeling. Wat is dit nou weer? Wat ga je knippen? Nee, 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 anders wordt het demonetized. Evolutie! Wij lijken echt niet 11, hoor. Wij lijken nu al 18. Hallo? Oh, dit is een kinderspel. Dit is een kind. Ik zag bloed. My fucking god. Wat gaan we doen? Gaan we naar school of blijven thuis? Guys, ga naar school. Waarschijnlijk is dit een domme fout, hè? Oh, nee. We zijn naar school. Oh, nee. Nee, dit kan echt niet. Oh.
Nou, dan blijven we toch maar thuis. Gaan we dat nog schoonmaken? Ik hoop het. We zijn in de badkamer. Ze kijkt echt heel erg sip. Ik heb het met haar te doen. Nou, daar is onze vader. Geef me een knuffel alsjeblieft. Ik ben verdrietig. Yahoo! Waarom juich je? Dit was zo sad. Ja, 15. Waarom is deze game zo raar? Dame, waarom is dit zo raar? Miauw. Hallo, poes. Poes. Pss, pss, pss. Miauw. Wat wil je van mijn poes? Ga je kopjes geven? Waarom is die kat meer gedetailleerd dan ik zelf? Wat gaan we hem doen? Gaan we hem voeden of trappen? Wat? Ik wil nu weten wat er gebeurt als we hem gaan trappen. Wow! Het spijt me enorm dat ik... Oh, hij gaat terugslaan. En ik ben dood, iedereen. Dan gaan we hem toch maar voeden. Komt er dan weer zo'n Chinese groot wobbelkatje uit? Oh, ja hoor! Hey! Duimpje omhoog. Krijgen wij nu geld? We zijn samen huiswerk aan het maken. En volgens mij vindt hij me leuk. Hou je van me? Ja, hij houdt van me. Hij is verliefd, jongens. Ben ik ook verliefd? Wat gaan we doen? Gaan we hem knuffelen of gaan we hem zoenen? Zullen we hem knuffelen? Gooi hem in de friendzone. Je bent gefriendzoned! Ik ben benieuwd wat er gebeurde als we gingen zoenen. Dan gingen onze wegen echt een totale andere kant op. Maar we zijn alweer 17 jaar geworden. Oh, we zijn geslaagd. Wat gebeurt er met dat hoedje? Die was niet eens goed. Yahoo! Wat doen wij nou weer 's nachts buiten? Ik ben nog maar jong. Nou, ik ben 17 jaar, maar alsnog. Ik deed zulke dingen niet in de nacht. We gaan inbreken. Wie hebben we hier? Wat wil je van me? Hij is zo te zien aan het fluisteren. En nu een hartje. Ben je mij aan het fixen? Oh, 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 oh! Wat gaan we doen, jongens? Gaan we hem kussen of gaan we afwijzen? Afwijzen. Geef hem een trap. Oh! Wat? We gaan weer evolueren. Wat was dat voor epic flip dan? Evolutie! 18 jaar alweer? We zijn nu zo te zien buiten. We zijn even aan het rekken en aan het strekken. Urgh. Oh, we hebben hier een beer. Oh, die is zo... Het lijkt wel meer op een mol. Wat gaan we doen, jongens? Gaan we hem helpen of gaan we hem verkopen voor geld? Wat? Verkopen voor geld natuurlijk! Oh, dat beertje wordt meegenomen zo te zien. Zeg alsjeblieft dat ik hier miljoenen geld voor krijg. Ik word... En er komt een beer aan. Nee! Ja, ik ben dood, hè? Laten we dat arme beertje maar helpen dan maar. Ik kan wel een goede dame zijn. Hij is nu vrij. Nou, ja, 19 alweer. Onze wegen gaan weer splitsen. Waarom kijk je in de spiegel? Wat gaan we doen, jongens? Gaan wij voor plain of gaan we voor sexy? Oeh, ik hou wel van sexy dingen. Zullen we voor sexy gaan? Zo! Ja! En wat gaan we hiermee doen? Waarom lopen we hiermee over straat? Want iedereen kijkt ons nu aan. Wat is dit? Hallo? Oh, ze bloost! Dat is een goed teken. Ze juicht! Kom op! Wat de hel is dit? We zitten vast in een wasmachine. Oh, dit is geen goed teken. Oh my... Oké, wegklik. Ja, 20! Oké. Is dit onze werkkleding? Is dit oprecht onze werkkleding? Die dametje roept ons zo te zien en geeft ons liefdevolle tekens. Maar wat moet je van me? Dit is een kindergame. Wat is dit? We hebben weer twee keuzes. Sorry. Of gaan we knuffelen? Ik zeg even sorry. Dit is een weird. Je duwt de weg en je loopt nu weg. Het was wel zo te zien een goede teken. En we lopen nu al richting 21 jaar. Wat? Waarom hebben we nog steeds die kleding aan dan? Waarom dragen we gewoon niet normale kleding? We zijn in een bioscoop. Waar gaan we heen? Gaan we naar horror of gaan we naar comedy? De horrorfilm is zo te zien Pumpkin Man, Pompoenman. En de comedy is Ontmoet met God. Volume 0. Ik heb wel zin in een comedy. Laten we daarvoor gaan. Wat de hel. God let zo te zien op baby's. Oké. God wordt in elkaar geslagen. Nee, ren niet weg, God! Nee! Ik lach me zo kapot dat ik dood ga. Ben ik dood? Ik ben dood, hè? Ik heb me dood gelachen. Maar ik kan kappen. Nee. Nou, dan gaan we toch wel naar een horrorfilm. Pumpkin Man. Oh, dit is wel een angstaanjagende. Oh, nee. Pompoenman. Niet Pompoenman. Oh, Pompoenman komt uit het beeld? Ah! Oh. Ja, 24. Waarom heb je je sexy kleding niet aan? Wat is dit nou weer? Waarom zwaaien? Soms is de context zo weird van deze game. Nou, gaan we studeren of gaan we wat cake eten? Yo, laten we een hapje eten. Een lekker hapje cake, joh. Zo, dat was enthousiast. Is het space cake? Volgens mij is het space cake, hè? You okay, dametje? We zijn nu buiten. We zien een kat veranderen in een vuilniszak. Wat gaan we hiermee doen? We gaan niet weer trappen, hè? We gaan niet weer katten trappen. Foei! Oh nee. Oh!
Laten we dan maar gewoon gaan studeren. Dit is zo leuk. Oh my god, we zijn alweer 25. De wekker gaat zo te zien. Ik wil niet doodgaan. Waarom slaap ik met kleding aan? Oh, we hebben ons ook verslapen. We gaan een rijexamen doen en we moeten zo te zien kleding aantrekken. Gaan we weer voor plain of gaan we voor sexy? Laten we weer voor sexy gaan. Dat heeft ons de vorige keer geholpen. Hey, Keanu Reeves. Ik hoop dat sexy een beetje helpt. Oh, ik heb het zo te zien wel gehaald. Ja, 26 nog steeds. Hey, we zitten in een auto. Zo voelt het dus. Stop sign. Wat gaan we doen? Gaan we stoppen of blijven we doorgaan? Er staat een stop sign, dus je moet natuurlijk stoppen. Stop. Anders waren we doodgaan door een bus. We zitten zo te zien nog steeds achter de bus. Wat gaan we doen? Gaan we blijven wachten of gaan we eromheen? Zullen we eromheen gaan? Oh, nee! Laten we maar wachten. Ik wil mijn rijbewijs halen. Wie hebben we achter ons? Wat zit je te bumper kleven, joh, lul? Wat gaan we doen? Gaan we versnellen of gaan we pull over? Zullen we even versnellen? Oh nee, waarschijnlijk gaan we weer dood, hè? En we zijn tegen een paal aangeknald. Dit kon gewoon niet goed komen. Nou, laten we pull over doen dan maar. Sure, sure. En hij knalt tegen een auto aan. Oh, ja, 27 alweer. We gaan een baan zoeken. Gaan wij... Oh nee. Gaan wij een brandweervrouw worden of een stripper? Stripper! Oh nee. Oh, dit zijn wij zo te zien. Denk ik. Het is wel een goede keuze. En we zien hier alweer ja 30. Hey, dat is Olga. Hey, dat is mijn vorige vriendin van mijn vorige leven. Olga. Wie is dit, Olga? Oeh. Oké, hij raakt zo te zien mijn hand. Hè. Wat gaan we hier doen? Blijven of gaan we weg? Wat zal er gebeuren als we blijven? Waarschijnlijk wordt Olga echt super jaloers. Laten we blijven. Waarschijnlijk krijg ik een map. Hè. Ja, ik krijg een map. 100%. Nee, nee. Ja, 30. We zijn nog steeds in de stripclub, joh. Hey. Oh my god, ik zag daar weer Olga. Ik zag daar weer Olga. Ik ben zo bang voor haar. We hebben hier een man die ons geld wil geven. Wat gaan we doen? Gaan we het accepteren of gaan we het weigeren? 100% weigeren. Oh, we hebben wel het geld meegenomen. En we gooien het geld tegen zijn kopje aan. En terecht. Ja, 32. Laten we even kijken wat hier zal gebeuren. Zijn we in een dorpje beland? Is dat Olga? Het is Olga. Olga! We gaan naar een dierenwinkel. Wat gaan we hier nou weer doen, joh? Gaan we een hond kopen of een kat, denk ik? Een pingwing? Ze verkopen hier pingwings? Wat? Ik wil een pingwing hebben. Kijk hoe cute dit is. Oh nee, de pingwing gaat dood, hè? Oh nee. Nee! We zijn nu jaar 33 geworden. Guys, ik kan maar één ding zeggen. Word vervolgd.